Ja, Matthias, je bent actief in de musicalwereld. En waar kunnen de mensen jou dan van kennen? Momenteel eigenlijk vooral van de kinder- of jeugdmusicals. Ik heb eerst stage gelopen bij de sprookjesmusicals van D-Bridge, waar ik het ensemble was. Dan ben ik na mijn stage zo doorgestroomd om daar effectief verder te werken in die musicals, want die speelden het jaar daarna nog verder. En dan heb ik daar ook een understudy mogen zijn van twee rolletjes. Dat wil zeggen dat als de hoofdcast niet kan, dat ik die een rol mag overnemen. Dus jij hoopte dat die hoofdcast af en toe niet komt? Ik hoopte af en toe van, oh, wie is ziek? Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel gebeurd dat ze een aantal voorstellingen niet konden, omdat er eens één keer iemand ziek was of omdat hij een andere voorstelling had. En dan mocht ik de dwergen van Sneeuwwitje spelen. Beide dwergen heb ik eens mogen spelen, wat eigenlijk super fijn was om te doen, want ze hadden daar dan zo'n rare zwier aan gegeven. Dus vandaar, of ook van de musical The Speak Peaches, van echt voor kindjes was dat een musical. Dat is een bijzonder project ook wel, hè? Dat was een bijzonder project. Een bijzonder project? Ja, nee, dat is toch speciaal? Dat was wel speciaal om zo een pietje te spelen, want dat zijn zo gezegd, je hebt de normale pieten, je hebt de Speak Peaches en die zijn zo gezegd maar zo groot, 30 centimeter groot, om bij de kindjes thuis te gaan kijken wat er allemaal aan de hand is. Dat was de eerste keer dat ze zo'n grote musical gingen maken. Normaal waren dat kleine reizende musicaletjes die dat zo cc's deden of op schooltjes gingen spelen. Daar zat ik niet mee, maar bij de Speak Peaches, de grote musical, mocht ik ineens meedoen. Wat mijn eerste job was dus eigenlijk, mijn eerste echte job op het podium, waar ik meteen een rolletje mocht spelen van het oudste Speak Peachje. En dat was eigenlijk super fijn om te doen. Ja, hoe ben je eigenlijk in die musicalwereld terechtgekomen? Door een droom te volgen, om het zo stom te zeggen. Vroeger keek ik altijd zo naar in de vakanties werden zo de sprookjesmusicals van Studio 100 altijd gespeeld op Ketnet. En daar keek ik dan altijd naar. Ik weet niet wat mij daarna trok, maar ik vond dat fantastisch om te zien. En stiekem in mijn hoofd was dat altijd zo wel van, ah, supercool. Pinocchio was ik een hele grote fan van. Ik zat in de Giro in Boom en daar zat ook Michiel de Meijer, wat nu een bekend musicalacteur hier is. En ineens ontdekte ik dat hij de jongen van Pinocchio was, dat ook meespeelde in Pinocchio, wat ik dus super cool vond. En af en toe zei hij zoiets van, ja, waarom ga je dat niet doen, musical? Of waarom probeert je dat zelf eens niet? Hij studeerde musical in Fontis en ik dacht altijd wel, ja, superleuk, supercool om te doen, maar ja, dat is zo. Ik durf niet. Ik durf niet. En dan ben ik gewoon Latijn moderne talen gaan studeren. Uiteindelijk wel auditie gedaan voor het Studio 100 koor. Wat fantastisch was, want ineens had ik door van, maar dit is zo fijn om te doen. Nog altijd die droom in mijn achterhoofd, maar toch zo de gedachte van, ah nee, het is misschien een te grote droom. Mijn leerkracht Spel op dat moment zei tegen mij, Matthias, ga daar eens iets mee doen. Ik zat toen in mijn zesde jaar, ik moest die keuze gaan maken. Ik wist niet wat ik wou doen, moeilijkste keuze ooit. En ik dacht, ja, wie weet wel, maar ik ken het niet. En mijn ouders kenden het ook eigenlijk niet, hoe dat ik kon doen. En hij heeft toen een gesprek geregeld met mijn ouders, uitgenodigd naar daar, om eigenlijk eens te vertellen wat je allemaal kunt doen. En dan is de bal aan het rollen geslagen en dan ben ik eigenlijk een zevende jaar gaan doen in Brussel. Daarna gaan studeren aan het conservatorium te Brussel. Mijn bachelor afgewerkt. Nu heb ik daar een jaar mijn master gedaan. En zo is eigenlijk mijn droom uitgekomen, want ineens heb ik op die podia gestaan al en heb ik al rolletjes mogen spelen. En ondertussen geef je zelf ook les al? En ondertussen geef ik zelf ook les, inderdaad. Op kleine schooltjes, maar dat is super fijn om te doen. Ik vind dat super fijn om dat door te geven en eigenlijk ja, mijn passie voor dat vak mee te geven aan kinderen en aan volwassenen, want je hebt tegenwoordig heel veel mensen dat musical willen. Ja, dat daar iets van willen proeven. Ja, dat ik, snap. Ik merk inderdaad echt wel dat het een passie is. Hè? Want ja. Musical betekent natuurlijk, dat betekent zingen, acteren, dansen. Ja, een echte triathlon. Ja, ligt jou dat allemaal? Of is er toch iets dat je zegt van, ja, dat ligt mij. Ik zeg altijd dat ik vooral een speler ben. En dat wordt mij ook gezegd. Ik acteer super graag. Dat vind ik het fijnste om te doen. Zang was altijd een onzeker punt. En daar ben ik eigenlijk sinds de laatste 3 jaar echt uit te groeien. Want ja, dat is niet gemakkelijk. Zeker zingen en acteren tegelijkertijd. Maar nu lukt dat, ik vind het ook super fijn om te doen. Dans blijft moeilijk. Ik blijf erbij ook een van de leukste dingen om te doen, om gewoon zo in een ensemble ineens van achter daar te staan dansen. We moesten dat doen bij Sneeuwwitje. Als de heks dan zo haar nummer zingt, moeten wij daar zo'n soort rockachtige dans achter doen. Ik vond dat altijd het fijnste moment van de show. Maar ik stond daar toch altijd in de coulissen zo mee.
wat zweethandjes al die pasjes te herhalen, omdat het waren heftig veel pasjes en dat ik zo altijd was van, oh, dit is toch elke keer weer spannend. Maar als het lukte, ziet dat er heel goed uit, zo mijn hele groep. En was ik altijd blij dat het lukte, dat ik er weer vanaf was. Maar ik keek wel terug uit om het nog eens te doen. Ja, en die carrière in de musicalwereld werken, dat is niet evident, dat soms ook druk bezig zijn. Ja. Heb je voldoende tijd om te genieten, te ontspannen? Momenteel met mijn masterjaar, het afgelopen jaar eigenlijk niet. Omdat ik ook iemand ben dat mij heel hard volplant. Elk moment dat ik iets te doen kan hebben, wil ik iets te doen hebben. Zelfs al is het buiten musical. Dus eigenlijk dit jaar echt niet. Ik heb heel weinig tijd gehad om bewust te ontspannen. Want ik ben dan ook zo iemand dat zoiets heeft van, ik heb veel te veel te doen, ik ga PlayStation spelen. Maar daar dan totaal niet van geniet, omdat ik zoveel te doen heb. Ja, die generatie. Maar dus bewust, ik heb volgens mij heel veel tijd gehad om te ontspannen, maar nooit bewust ontspant. Ik denk dat dat gebeurd is. Zijn er zo plekjes in de regio hier of in de buurt waar je zegt van, ja, daar kom ik wel tot rust of daar kan ik wel van genieten? De Schorre, in Boom. Ik vind de mooiste plek dat er is. En vroeger als ik ging lopen, mijn favoriete plek in de Schorre, dat is de Zandberg. Of zo noemde ik dat toch. Dat is waaraan nu zo die uitkijktoren staat. Ik vond dat vroeger de schoonste plek in de Schorre, toen dat een uitkijktoren er nog niet was. Omdat de Schorre was altijd druk, ging een bos door en ineens kom je op een soort uitgestrekte weidje met zand waar je over heel de Schorre kon zien. Ik vond dat fantastisch, want dat was er altijd kei rustig en kei veel volk kende die plek niet. Want je zei daar tegen, allee, de Zandberg. En ja, ze kenden dat niet, dus ik vond dat de leukste plek dat er was. Met Giro hadden we dan ook altijd het spelletje. Ik was Giro-leider hier ook in Boom. Dat als het geregend heeft, is dat een kleiberg. En 1, 2, 3 piano, heel basis spel, eigenlijk een heel stom spel, gaat je als volwassene niet meer spelen. Maar om dat op die zandberg te spelen als dat een kleiberg is, het tofste ding om te doen. Dus dat is echt mijn favoriete plek. Kom je er nog vaak? Nu minder, omdat ik vaak voor mijn school in Brussel zit of voor mijn lessen in Aalst en Leuven en eigenlijk altijd heen en weer aan het rijden ben. Maar af en toe ga ik daar met mijn vriendin wandelen, omdat zij er ook van houdt, van de Schorre. En dat is zo'n plekje om wel echt tot rust te komen. Jouw carrière is nog maar net begonnen, laten we zeggen, en nog een hele weg af te leggen. Zijn er bepaalde dromen die je najaagt? Ja, natuurlijk de basisdromen, een aantal rollen die ik echt wil spelen. Maar als ik echt wil zeggen, een droom dat ik zou hebben, is om de term musical en het idee dat mensen bij die term hebben te veranderen. En dat klinkt natuurlijk als een intens grote, bijna onmogelijke, naïeve droom. En ik denk dat ik ook nog een beetje een te naïeve dromer ben. Maar ik merk dat wij ons heel vaak moeten verdedigen voor ons vak, musical. Omdat als je musical zegt tegen mensen, is altijd... Oh, en dat die mensen dat zo beginnen te dansen met pluimen en ineens beginnen te zingen uit het niks. En dan denk ik, soms, in sommige musical, maar musical is zo'n breed spectrum. Je hebt zoveel verschillende stijlen eigenlijk, net zoals in muziek. Je hebt rap musicals, je hebt rock musicals, je hebt heel veel verschillende musicals. Musicals die eerder aanleunen tegen het opera. Dat ik het spijtig vind dat mensen eigenlijk altijd maar zo die drie bekendste musicals kennen. En dan ontdekken, ja, ik ben geen fan van die drie musicals, dus ik haat musicals in het algemeen. Dus als ik dat kan veranderen en kan tonen, musical heeft zoveel verschillende dingen. En iedereen zal wel iets vinden waar hij van houdt. Een paar nieuwe musicals maken eventueel, dat is ook een droom. Dat zou ik heel graag doen. En is dat makkelijk om die dromen na te jagen vanuit Reet? Ben je dat van plan om dat te blijven doen vanuit Reet? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je dat kunt doen van waar je wilt. Mijn plan zou zijn om een musical te schrijven. Dat doe ik heel graag. Nieuwe dingen schrijven, nieuwe stukken schrijven. En om met die stukken te tonen, kijk, zo kan het ook zijn. Het is niet altijd happy, bijvoorbeeld, want dat is het eerste wat mensen denken. Ik heb al een aantal stukken geschreven dat mensen daarna met tranen in de ogen naar buiten wandelden. En dan ben ik eigenlijk heel blij, omdat ik dan denk van, ja, ga het voortvertellen, dat het ook zo kan. En dat kan vanuit mijn kamer in Reet, van achter een pc, om die stukken te schrijven. En hoe het dan verder moet, daar ga ik een aantal mensen voor moeten vastklampen, maar daar ben ik mee bezig. Want je voelt je wel thuis daar in Reet, een klein landeigendom waar ieder jaar de lichtfeesten op plaatsvinden. Heel fijne periode, de lichtfeesten. Ik zei het daarnet nog, dat ik er eigenlijk elk jaar naar uitkijk. En het spijtige is dat ik de laatste 3 jaar altijd die week op vakantie ben. Omdat dat echt, ja, sinds kind af aan is dat de periode dat je
daar naartoe ging, keiveel bonnetjes kocht voor op de molen te gaan zitten. Of keiveel eten kocht, van die snoepjes proefde. Want daar stond zo altijd een raar snoepkraam met zo'n snoepspray, kan ik me nog herinneren. Maar dat is de periode dat je altijd met al je vrienden afsprak om ja, door de wijk te gaan fietsen, wie is er buiten, en te gaan spelen. Krijg je eigenlijk veel steun van familie en vrienden in jouw carrière nu? Heel veel. Zeker van mijn ouders. Die hebben mij altijd gesteund. Daar ben ik heel dankbaar om dat ze dat doen. Want je hoort toch af en toe dat mensen zo zeggen, oef, musical gaan we wel doen, het is toch zo onzeker. En dat hebben mijn ouders nooit gedaan. Dus ben ik ze heel dankbaar voor dat ik dat meteen ben mogen gaan studeren, vanaf dat ik dat eigenlijk wilde gaan studeren en dat ik dat zomaar mocht doen. En van vrienden eigenlijk ook, want ze vragen altijd van, en hoe gaat het nu? En hoe zit het nu? Maar de eerste vraag die er wel altijd komt is, gaat het daar wel werk in vinden? En dat is grappig, want ik begrijp de vraag natuurlijk, er zijn niet zoveel musicals, maar dat is wel altijd de eerste vraag die komt na, en wat doet het nu allemaal? En hoe zit het ermee? Dan ga ik de vraag stellen van, wat ga je de komende weken maanden doen? Waar kunnen we jou zien? Komende weken maanden? Ik ben bezig met een stuk te schrijven, zoals ik zei. Samen met een vriend ben ik dat nu aan het doen. Zo zelf ben ik ook een stuk aan het schrijven. Dus ik ben wat mensen aan het vastklampen om daarmee te helpen, om dat op een podium te brengen. Daarnaast doe ik een educatief theaterstuk, genaamd Hou je van blauwe ogen. Dat in oktober gaat spelen in het Klokhuis. En daarna gaan we hopelijk door een aantal scholen in Vlaanderen toeren. En ik ga ook een dinnershow doen in Aalst. Een soort, wat er momenteel uitziet, echt hele extravagante dinnershow met alle bekendste musicalnummers die naar het publiek worden geslingerd, zodat ze even een heel arsenaal aan musicals op één avond kunnen doen en terwijl ze lekker kunnen eten. Dat is ook oktober dat die in première gaat. Zeer divers dus de komende Eigenlijk maanden. Lekker divers, ja. Dat is heel fijn. Ik wens jou nog een heel creatieve en fijne zomer, Matthias. Dankjewel.